Hoewel de klik met Hans er volgens Daisy Redes is, weet ze al na één blik op de BB dat ze in Pistoia niet gelukkig gaat worden. Het was daar stil, er was weinig te beleven en ook financieel ging het niet zo best. Bovendien woont de ex-vrouw van Hans, Libera, ook in het huis. En van dat idee gaat het hart van Desiree niet bepaald sneller kloppen. Daarbij komt dat Hans vanwege een contract met zijn werkgever de eerstvolgende 10 jaar niet weg kan en Desiree juist plannen heeft om op de Cariben te gaan wonen. Geen match dus, maar toch kunnen de twee goed met elkaar praten. Heel goed zelfs. Ik was zijn favoriet, beweert de realityster. Ik ging met hem uit eten, we gingen met de trein naar Florence om de stad te bezichtigen en liepen daar hand in hand. Toch verlaat ze alleen en als single Italië. Hans bleek ook anders dan ik zelf had gedacht. Hij was volgens mij helemaal niet toe aan een relatie. Dat heeft hij later zelf ook op tv gezegd, maar dat merkte ik al wel, stelt ze. Toen ik aankwam, had ik voor hem een cadeau meegenomen. Maar voor ons had hij niets gekocht. Hij maakte geen complimenten, stelde geen vragen en was veel zelf aan het woord. Thank you.